En de Partij voor Integriteit, Nationale Motivatie en Gelijke Kansen, PING, geeft niet op. Afgelopen donderdag heeft voorzitter Ramsunder Jau een persconferentie belegd waarbij hij inging op de politieke en economische situatie in ons land. Ik heb nooit de intentie gehad om op te geven, maar wacht alleen op het juiste en strategisch moment om te reageren, zegt Jau. Er is volgens de PING-voorzitter nu de tijd waarbij mensen nodig zijn om de waarheid te vertellen. Hij meent de waarheid te kunnen vertellen over hoe wij in deze situatie zijn beland, waarom wij erin verkeren en hoe wij met z'n allen eruit zullen komen. De huidige economisch-politieke situatie van ons land heeft vooral een geestelijke kant, weet Jau. Hij is daarom blij dat de regering heeft opgeroepen tot gebed. Het is vooral de waarheid die de corruptie zal bestrijden, zegt de PING-voorzitter. Als je de waarheid spreekt, word je uitgelacht, voor grapjes uitgemaakt, voor een roepende in de woestijn gezien of uitgelacht. Men zegt je bent een enkeling is een drenkeling of dat je gek bent en noem maar op. Maar wanneer je leugens vertelt, mensen mooie verhalen voorhoudt, wanneer je op de populistische toer gaat, dan klapt men in de handen voor. Dan klapt men in de handen. En dan zegt men, ai, amambuyo, hey, amaboom. Goeie man. En daar is wat het volk van houdt. En daar is die misleiding. Maar wij gaan daar een stop voor zetten. Want de waarheid moet een keertje gezegd worden. Omdat de waarheid in dit land niet gezegd wordt, en ieder verzwijgt de waarheid. Vandaar dat de corruptie, dat die duivel de ruimte krijgt om te werken in het leven van dit volk. Door de regeringsleiders die de duivel de ruimte geven om in hun leven te werken. Men zegt de waarheid is de vijand van de corruptie. Het is de anticorruptor bij uitstek. PING-voorzitter Jau noemt een vijftal punten dat hij die uitgevoerd Suriname zou moeten redden van de ondergang. De eerste is dat president Desi Bouterse moet opstappen omdat hij de blokkade zou zijn. Met name om de koers te laten dalen. Nummer 2, als hij opgestapt is. De terugstarting van alle corruptiegelden die in het buitenland zijn opgepot. Alle valutagelden. Terugstorting die hier op de banken zijn gestort afkomstig van corruptie. Door valuta die jarenlang op buitenlandse rekeningen zijn gespaard door Surinamers, winsten, verkoop van roerend goed, vrijwillig naar hier te laten komen, goede spaarrente te vergoeden. Door valuta van Surinamers die in het buitenland wonen, diaspora mensen, door goede spaarrente aan te bieden, door meer investeringen van buitenlandse bedrijven en als laatste lening IMF na conceptie mor. Als president Saka, lening IMF de makateka monibaka. De makateka monibaka, 100% meteen. En dit kunnen wij niet krijgen vanwege gebrek aan vertrouwen in de president. Daarom is die sinepsa. Er zijn legio zaken die gedaan kunnen worden, maar deze vijf zijn verlopen wat je elk moment kan uitvoeren. Maar alleen moet de regering die moed en die durf hebben om deze dingen uit te voeren. Dat is dus PING-voorzitter Ramsunder Jau. Hij sprak afgelopen donderdag op een persconferentie in ons huis. Jau belegde de persconferentie naar aanleiding van de huidige politieke en economische situatie in ons land.